Wat je ver haalt is lekker geluid, het spreekwoord. Maar wat je dichtbij haalt is misschien wel veel lekkerder. En streekproducten zijn over het algemeen duurzamer en leveren de boer een eerlijkere prijs op. Hoe kijkt de consument hiernaar? Let hij bewust op waar een product vandaan komt? En koopt hij zelfs rechtstreeks bij boeren en tuinders? FNA op straat is in Venlo en ik ga vragen hoe lokaal men hier boodschappen doet. Koopt u wel eens streekproducten? Ja, zeker. Ja. En welke producten koopt u dan zoal? Groente, fruit, de kaas van hier uit de buurt. Ja. En waarom doet u dat? Omdat ik denk dat dat beter is. Ja. Voor de boer of voor uzelf? Voor allebei. Niet vaak. En waarom koop je geen streekproducten? Omdat ik meer van de standaard dingen ben. Je gaat ook niet bij een boer zelf langs om daar een zak aardappelen te kopen? Jawel. Okay. Ja, wij wonen in Hoop-Lerik en daar gaat mijn man vaak op zondag naar de boer. Okay. Dat wel dan. Ja. Okay. Maar ja, niet altijd. Streekproducten, ja. Zoals? Zoals kaas, zuivel, groente, fruit van de plaatselijke boeren? Nee. Maar toch wel een Limburgse vlaai af en toe, denk ik. Limburgse vlaai, ja. Hier ben je moe. Ja. Koopt u wel eens streekproducten? Ja. Ja? Ja. En waarom koopt u streekproducten? Omdat die misschien goedkoper zijn of beter misschien. Ja. En vers. Verser. Ja. Ja. Koopt u ook wel rechtstreeks bij de boer? Ja. Ja. En wat? Ja, aardappelen en groenten en zo wat dan. Ja, ik denk het wel. Ja. En welke producten koop je dan? Rijstvlaai met slagroom bijvoorbeeld. Ja? Nee. Ja. Of ja, ik weet niet. Wat is precies een streekproduct, hè? Kan je dan afvragen. Kaas, zuivel, nee, groente, fruit? Niet specifiek. Nee. En je koopt ook niet rechtstreeks bij een boer? Als we er toevallig langskomen, dan gebeurt het wel eens, ja. Maar niet structureel. En boerderijwinkeltjes, streekwinkeltjes? Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Sporadisch dus. Ja. Ja, niet bewust. Nou, als ze biologisch zijn wel, ja. Ja. Dan wil ik ze graag kopen, ja. Natuurlijk. Hè. Maar we hebben zelf een eigen moestuin. Daar doen we ook alles biologisch. En, nou ja, en fruit. Ik woon buitenaf, dus ik heb van alles en nog wat in de tuin om van te eten en zo. Ja. En je zijn mijn eigen streekproducten. Ja. Ja. Ik zoek die meestal op, maar dat is vaak toch weer wat moeilijker te vinden. Ja. Dus is weinig aanbod hier in de supermarkten? Vind ik wel. Ja. Ja. En waar ga je dan wel naartoe om ze te vinden? Markt. Ja. En, die is één keer in de week, dus dan haal ik daar voor een paar dagen. Ja. Ja. Koop je ook wel eens rechtstreeks producten bij een boer? Nee. Dat niet. Nee. En waarom doe je dat niet? Gemak.